Welkom bij deze snelle Blender tutorial. Als eerste je kan Blender downloaden bij www.blender.org. Het is een uitstekende keuze van het programma, want het is 1. gratis. En ten tweede meet het toch wel op tegen de meest dure modelleersoftware die er in de markt beschikbaar is. Dus het is een uitstekende keuze. Dat daar gelaten, ga ik nu van start. Ik heb hier het splash screen, zoals het heet. Ik klik er even naast. En je ziet een mooi kubusje. Als we beginnen met Blender. En de eerste functies die je nodig hebt is eigenlijk gewoon het selecteren van objecten. En dat doe je niet met links zoals gebruikelijk, maar met rechts. De rechtermuisknop. Ik klik even op de camera met de rechterknop. Hartstikke idee, de camera. Het lampje. Ik klik er even rechts op. En ik klik weer eventjes op het kubusje met rechts. En dan is het kubusje weer geselecteerd. En dat kan je zien door die oranje rand die eromheen zit. Verder, ik wil eigenlijk die pijltjes even uit het scherm hebben, want dat is alleen maar obstructie van zicht. En het doet eigenlijk niet veel. Die heb je niet echt nodig. Dus ik ga naar de statusbalk beneden. En daar zie je dus die pijltjes staan met een knopje. Dus die klik ik even aan. En nu zijn de pijltjes weg. Twee knopjes links daarvan. Als ik die aanklik, krijg je het pivot menu. Pivot point. En daar selecteer ik de 3D cursor. Nou, wat is de 3D cursor? Dat is hier in het 3D-scherm, dat rood-witte cirkeltje. En dit heb ik ingesteld als het centrum van transformaties op dit moment. Nou, wat houdt dat in? Een transformatie is een rotatie of een schaal of een verplaatsing. En dat gaan we dus nu meteen maar eventjes doen. Ik druk de R in. En je ziet, als ik nu mijn muis beweeg, draait het kubusje rond. Wat opvalt mogelijk is, hij draait dus om het centrum van de 3D-cursor. En verder, de draaias is de kijkrichting. Meestal wil je niet in een kijkrichting draaien, dit is als draaias, maar gewoon as X of as Y of as Z. Dus dat gaan we nu ook meteen even doen. Ik druk even de X in. Die hoef je niet ingedrukt te houden, je drukt hem gewoon even in. En nu draait hij om de X-as, dat is dat rode lijntje. De Y-as is dat groen lijntje, die druk ik ook even in. En de z-as is de hoogteas. Dus nu draait hij om de z-as. Dat zie je nu met een blauw streepje. Hartstikke leuk. Linksonder in de statusbalk kan je ook zien hoeveel ik gedraaid heb. Dat staat nu op 149,08. Ja, dat is een beetje een irreëel getal. En ik wil toch wel wat nauwkeuriger werken. Dus ik hou nu ook even Ctrl ingedrukt tijdens deze bewerking. Als ik nu beweeg, zie je dat hij in stappen van 5 graden draait. Dat is wel een beetje handig, zeg maar. Als je iets fijnere controle wil, dan druk je naast de controle ook de shift erbij. En nu draait hij in stappen van 1 graad. Nou, dat is rotatie. Wat je nu kan doen is, als je links klikt, dan bevestig je de huidige bewerking. En als je rechts klikt, dan annuleer je de huidige bewerking. Dus dat doe ik, annuleer hem eventjes nog. Ik klik rechts en hij springt gewoon weer terug naar waar hij was. Nou, de overige transformaties zijn dan schalen en verplaatsen. Ik druk even de schaal in, S. En als ik met mijn muis beweeg, zie je links onder in het scherm dat ik schaal over alle drie de assen, X, Y en Z. En nu toets ik even de X in en nu schaalt hij alleen over de X. Ik toets even de Y in en nu schaalt hij alleen over de Y. Hartstikke mooi. En hier geldt ook weer, als ik de controle ingedrukt houd, dan schaalt hij in stappen van een tiende. Maar ook de shift er ook nog bij ingedrukt, dan schaalt hij in stappen van een honderdste. Nou, hartstikke mooi. Wat je ook kan doen is, ik wil bijvoorbeeld 2,5 keer zo groot maken in de y-richting. Ik schaal nu in de y-richting. Dan kan je ook gewoon beginnen met typen. Ik druk gewoon op het toetsenbord, bovenin het toetsenbord, bijvoorbeeld 2. En dan zie je linksonder die twee staan met een cursortje ernaast. Ik kan ook backspace drukken. En dan haal je die twee weer weg. En nu toets ik dus 2,5. Nu is die 2,5 keer zo groot. En dan moet je ook enter indrukken. Dat is ook wel belangrijk. Dus je hebt een aantal mogelijkheden. Je kan met control werken. Je kan dus ook intypen voor een nauwkeuriger resultaat. Nou, dat gaan we nu even doen met verplaatsen. Ik druk de G in. En nu beweeg ik. Maar nu beweegt hij dus in het vlak van je kijkrichting.
zoals je ziet. Nu kan ik zeggen, oké, ik beweeg hem via Z, dan gaat hij in de hoogte. Maar ik kan ook zeggen, ik wil hem in het vlak XY gaan verplaatsen. Dat betekent eigenlijk dus niet in de richting Z. En hoe doe je dat? Ik heb net Z gedrukt, maar weet je wat? Ik druk nu Shift Z. Dat betekent niet in de Z-richting. En nu verplaats je hem dus over XY. Hou ik daarbij dus ook weer Ctrl ingedrukt, dan zie je dat hij in stapjes verplaatst van 1 op dit moment. Nou, dan zet ik hem hier even neer. Ik druk even de linkermuis. Ik laat de Ctrl daarbij niet los. Want het punt is, als ik Ctrl loslaat, dan kan het zijn dat hij net even een beetje verplaatst waar je de linkermuisknop indrukt. En dan staat hij niet precies op de plek waar je hem wilde hebben. Dus ik doe nu even Ctrl Z, dat is undo. Hier staat hij weer op zijn plek. Ik druk weer even G. Shift Z. Iedereen, behalve alle richtingen behalve Z. Ik hou Ctrl ingedrukt. En dan zet ik hem hier neer. Zo. Ik hou Ctrl ingedrukt. En druk op met de linkermuis. En pas dan laat ik de controltoets los. Niet eerder. Nou, tot zover. Nou, transformaties. En nu het aanzicht. Als ik mijn middelste muisknop indruk. En ik draai, ik beweeg. Dan draai ik het aanzicht. Maar soms wil je ook een aanzicht van recht voren. Of zo, van rechts van de zijkant. En dat is ook mogelijk. En daar gebruik je normaal gesproken het numerieke toetsenbord voor. Maar ik kan me voorstellen dat als je een laptop hebt, dat er geen numerieke toetsenbord beschikbaar is. En dan wordt het wat lastiger. Daarvoor moeten we wat instellingen in Blender veranderen, zodat je ook gewoon de cijfertoets aan de bovenkant van het toetsenbord kan gebruiken in plaats van het numerieke toetsenbord. Ik ga naar File, bovenin, en klik op User Preferences. Dat kan ook met Ctrl-Alt-U. En in User Preferences, boven de tab Input, dan zie je staan, aan de linkerkant, ergens in het midden, Emulate NumPad. Ik heb hem al aanstaan, die behoort ook aan te staan, en dan kan je gewoon de cijfers aan de bovenkant van het toetsenbord gebruiken. En ik raad ook aan om beneden Save User Settings te klikken. Dan hoef je niet iedere keer terug naar dit menu om, iedere keer als je opnieuw Blender opstart. Dat is eigenlijk de reden. Ik ga weer even terug naar mijn 3D View. En nu, ik druk de 1 op het keypad. Ik heb een vooraanzicht. En Ctrl 1 is overigens dan een achteraanzicht. 3 is een zijaanzicht van rechts. Ctrl 3 is dan een zijaanzicht van links. 7 is een bovenaanzicht. En Ctrl 7 is dan een onderaanzicht. Zo, dat is even wat je regelmatig zal gebruiken bij het editen. Ik ga even terug naar een vooraanzicht. Ik druk de 1. Dan zie je ook dat het object perspectief heeft. Nou, dat is eigenlijk erg nadelig als je dus aan het tekenen bent, omdat je niet goed kan zien of punten van zo'n voorwerp goed uitgelijnd zijn. En je kan schakelen tussen orthografisch en perspectief met de keypad 5. En nu zie je ook een raster weer. Nou, over dat raster nog een kleinigheidje. Ik druk de G en ik hou Ctrl in. Als ik nu beweeg met Ctrl ingedrukt, dan maakt die stap van 1 op dit moment. Dat kan je linksonder ook zien in de statusbalk. Hij maakt stappen van 1. Ik klik even rechts, dan springt hij terug. Als ik nou een beetje inzoom, en dat doe je met het scrollwieltje. Ik scroll even naar voren. Dan zie je dat het raster groter wordt en dat er een kleine raster ook tevoorschijn komt. Dat is heel komisch, want als ik nu G druk en ik hou Ctrl in, dan maakt die stap van 0,1. Dus hoe verder je ingezoomd bent, hoe fijner ook die resolutie van die stappen wordt. Dus dat is tot zover het aanzicht. Ik zoom weer even, scroll weer even uit. Zo. Dus je middelste muisknop, als je die ingedrukt houdt en je beweegt, draait het aanzicht. En de keypad nummers 1, 3 en 7, die zijn voor zij en bovenaanzicht. En controle voor het tegenovergestelde. Dus dat zijn een paar mogelijkheden en die zal je ook heel veel nodig hebben. Nu nog even een bovenaanzicht, keypad 7. Omdat ik het blokje heb verplaatst, staat de 3D cursor niet meer in het midden van het blokje. Als ik dus nu roteer, ik druk even de R in, draait hem het blokje. Maar als ik zeg, ja, dat is eigenlijk een verkeerd draaipunt, ik wil hem eigenlijk in het midden van het blokje hebben als draaipunt,
Dan moet je dat kunnen instellen natuurlijk. Ik klik weer even recht. Dus staat hij op zijn plek. En daarvoor is het Snap menu. Shift S. Dat is even een speciaal menu voor je 3D cursor. En dan selecteer ik Cursor to Selected. Je ziet ook een oranje stipje op het blokje zitten. En dat is het centrum van jouw blokje. En daar springt de cursor nu naartoe. Als ik dus nu de R druk van draai, dan draait hij mooi vanuit het midden van het blokje. Dat is nog even een klein detail. Even een kleine oefening. We gaan letters maken met dit soort vlakjes. Deze halen we even weg. Ik heb hem geselecteerd met rechts. Ik delete hem met de delete toets. Je kan ook de X gebruiken. Ik gebruik vaak de delete toets. Nu maken we een nieuw blokje. Dat doe je met ook een menu. Shift A combinatie. En dan heb je een lijstje uit te kiezen. En meestal kiezen we vorm. Wat bovenaan staat als, nou, benoemd als mesh. En als mesh kies ik nu een vlakje, plane. Daar hebben we een vlakje. Als ik het aanzicht op draai, dan zie je het ook duidelijk een vlakje. Het is gewoon een vlakje. Bovenaanzicht, 7. Nou, ik ga deze vlakjes gebruiken. Ik ga steeds meer vlakjes toevoegen en daar letters mee vormen. En ik geef straks ook de gelegenheid om dat even te oefenen. Zodat je al die transformatietoetsen en al die mogelijkheden een beetje onder de knie krijgt. En dat zijn toch wel de belangrijkste ingrediënten als je aan het editen bent. Ik scale eerst langs de y-as. Ik druk de S. Ik druk de I. En dan toets ik het getalletje 5. En enter. En ik verplaats het even naar links. Hoppakee, dat is één deel. Ik ga gewoon bla schrijven. Dan zeg ik oké. Okay, ik druk weer shift A. Mesh. Plane. En die scale ik langs x. 2. Enter. Die zet ik ook even op zijn plek. Oh, G. Bonk. Weer een shift A. Mesh. Plane. Die zet ik ook even op zijn plek. Hoppakee. Ik kan hem ook dupliceren. Dan toets ik gewoon shift D. Duplicate. Dat is die. Shift D. Die. Dan klik ik deze aan. Shift T. Die. Dat is de B. Shift T. Die. Shift T. Die. En nu de A. Let op, daar komt die. Oh ja, dat heb ik niet laten zijn uitgelegd. Je kan ook meerdere objecten selecteren. Ik klik hier iets aan. Met rechts. Dan hou ik shift gedrukt. En dan zeg ik, klik deze erbij. Dan hou je shift gedrukt. En ik kies deze erbij. Dan heb ik drie objecten. Dan druk ik shift D. Dupliceer. Met control. Dan zet ik hem hier neer. Zo. En nu hoef ik eigenlijk alleen nog met deze. Dan klik hem rechts. Shift D. Oh, wacht even. Deze gaat... Dus die mag weg. Delete. Shift D, duplicate. En dan ga ik deze verplaatsen. Zo, dat is bla. Het is iets heel simpels, maar als je dit onder de knie hebt, dan kan je dingen bewerken. Daar gaat het om bij Blender uiteindelijk natuurlijk. Nu stel ik voor om dit even samen te doen, zodat je die transformatiemogelijkheden allemaal onder de knie gaat krijgen. Dus in eerste instantie haal ik even alles weg. Kom ik nog op terug hoe dat allemaal moet met boxselectie en zo. Zo. En ik zou zeggen, je kan nu naar Blender omschakelen. En het enige wat je nodig hebt is de audio. En dan gaan we samen die letters maken. Als je nog een blokje hebt staan, nou, rechtsklik op het blokje. Druk delete of X, zodat je een leeg vak hebt. Neem een bovenaanzicht met keypad 7. En nu kan je een object toevoegen. Shift A. Selecteer Mesh Plane. En dan heb je een blokje in het scherm staan. Oké. En dan scalen we hem naar de Y-richting. Dus scale is S. Vervolgens toets de Y. En als je dan de muis beweegt, scalt hij alleen in de Y-richting.
En ik toets gewoon cijfer 5, gevolgd door enter. En dan heb je een balkje. Nou, die verplaats even naar links. G. Ik kan de X nog indrukken en houd de Ctrl ingedrukt naar links toe. Tot hij aan de zijkant staat. En voordat je Ctrl loslaat, klik met de muis eerst links. En dan Ctrl los. Dan staat hij precies op het raster aan de linkerkant. Vervolgens voegen we nog een vlakje toe. Shift A. Mesh Plane. En die scalen we over de x-richting, S, vervolgd door x en het cijfer 2. Enter. Nou, die verplaats ik ook eventjes, G, en die zet ik dan rechtsboven van het balkje. En ja, maar gewoon Ctrl ingedrukt en dan de linkermuisknop om te bevestigen. Dit blokje is al geselecteerd nu. Nu gaan we hem dupliceren. Shift D, Dirk. Dus ik hou in Ctrl ingedrukt, dan zet ik hem helemaal beneden aan de rechterkant. En hou Ctrl ingedrukt, druk de linkerknop en dan staat hij op zijn plek. Nu doe ik weer Shift A, Mesh Plane. Nou, die zet ik aan het midden tegen de zijkant aan van het balkje. G naar links, X. Ik hou Ctrl ingedrukt en beweeg naar links tot hij er tegenaan staat. Ctrl niet loslaten, eerst linkermuis en dan Ctrl loslaten. Nou, we hebben nog twee van die blokjes nodig. Nu doen we dupliceren, Shift D. Hou Ctrl ingedrukt en dan twee stapjes naar rechts, twee stapjes omhoog. En dan linkermuisknop en dan Ctrl los. Nou, weer Shift D. Ctrl ingedrukt, vier stapjes naar beneden, linkermuis. En nu zijn we bij de L. Ik klik met rechts het lange balkje aan de linkerkant en dan hou ik shift ingedrukt. En dan weet je wat, ik pak de onderste balkje tegen de zijkant, die klik ik ook met rechts aan. En dan heb je twee objecten geselecteerd. Dus allereerst het balkje gewoon met rechts, die grote, en dan rechtsonder, het kleinere balkje, met shift rechts klikken. Dan heb je beide objecten geselecteerd. Die gaan we dupliceren, shift D, ik hou Ctrl ingedrukt, en dan ga ik naar rechts, tot je naast de B staat. Dan eerst links klikken en dan Ctrl loslaten. Nu gaan we de A op een iets andere manier doen als dat ik het heb voorgedaan. Ik selecteer met rechts het grote blokje van de L. Shift D, duplicate. En in plaats van dat ik hem nu ergens neer ga zetten, ik klik gewoon rechts. Dan springt hij naar zijn plek terug. Vervolgens het snapmenu, Shift S. Selection to cursor. Als het goed is staat de cursor gewoon nog steeds in het midden van de twee assen. Vervolgens ga ik hem draaien. Ik druk R, hou Ctrl ingedrukt en ik draai hem 20 graden naar rechts. Zoals je linksonder kan zien in de balk, daar staat dan 20. Ik druk links en dan laat ik Ctrl los. Nu verplaats ik hem naar rechts, G, X. Ik hou Ctrl ingedrukt en ik verplaats hem zover dat hij net naast de L staat. Dan druk ik links en laat Ctrl los. Nu dupliceer ik deze weer, Shift D, en in plaats van verplaatsen, ik laat hem gewoon terugspringen weer met de rechtermuisknop klikken, en weer Shift S, ik snap hem weer naar de cursor. Selection to cursor. Rotate, ik hou Ctrl ingedrukt, ik draai hem naar links, min 40 graden, ik druk de linkermuis en dan laat Ctrl los. Nu verplaats ik dit blokje naar rechts toe, dat hij rechts tegen het andere blokje aan staat. G en dan Ctrl. En dan gaat hij zo. En dan druk ik de linkermuis en dan laat Ctrl los. Nu staan die blokjes net tegen elkaar aan, zeg maar.
Nu wil ik hier tussenin nog een streepje hebben, een blokje hebben. Ik heb één van die twee blokjes van de A geselecteerd. Ik hou Shift ingedrukt en rechtsklik op het andere blokje van de A, zodat ze allebei geselecteerd staan. Nu Shift S, Snap Cursor Selected. Nu spring de cursor precies tussen die twee blokjes in. Vervolgens klik ik het kleine blokje van de L rechts. Ik doe Shift D. En het maakt eigenlijk niet uit waar je hem nu neerzet, want die snap ik gewoon naar de cursor toe. Dus ik klik rechts, springt hij terug naar zijn plek. Shift S, Selection to Cursor. En die springt hij precies tussen die twee blokjes in. En om hem echt mooi te krijgen, zou je nu eigenlijk een individueel object moeten kunnen bewerken. Nu eerst nog even een overzichtje van de toetsen die we behandeld hebben tot nu toe. Je kan er een screenshot van maken of overschrijven. Zet de film even op pauze desnoods. Dan gaan we door met het editen van individuele objecten. Nu gaan we een individueel object bewerken. Ik haal deze eerst even weg. En hier staan mijn letters nog steeds. Oké, dan halen we die ook even weg. Maar ik heb weinig behoefte aan om elk objectje van deze afzonderlijk te selecteren en te verwijderen. Dus er zijn meer selectietools. De eerste selectietool is, ik selecteer alles of niets. Ik druk de A en ik selecteer niets. Ik druk nog een keer A en ik selecteer alles. A, ik selecteer niets. Een ander selectietoeltje is de boxselectie, sneltoets B. Nou sleep ik met de linkermuis over die objecten heen. Zo. En dan laat ik los en ik heb alles geselecteerd. Nu nog een keer boxselectie. Ik kan ook dingen van de selectie verwijderen door te zeggen ik sleep met de middelste muis. Ik druk de middelste muis in, ik zeg dit stukje, deselecteer ik. Nou is er nog een tool, ik druk nog een keer A, niets geselecteerd. En ik druk C, cirkelselectie. Nu heb ik hier een cirkel. Ik kan scrollen. Dan wordt het cirkeltje groter, kleiner. En net als met de boxselectie, als ik nu met mijn linkermuisknop sleep, ik hou hem ingedrukt, dan kan ik dingen selecteren. En vervolgens dus ik maak ik het cirkeltje verkleinen. En als ik met mijn middelsmuis sleep, dan deselecteer ik objecten weer. En om cirkelselectie te beëindigen, klik ik even met de rechterknop. Maar voor nu, even een beetje uitzoomen. Ik haal alles weg. A, delete. Dus je hebt A, B en C. Zo simpel is het. Nou, nu heb ik niets meer. En als ik iets wil gaan bewerken, dan moet ik wel wat hebben om mee te beginnen. Shift A. En ik selecteer uit Mesh. Ik kan natuurlijk heel veel selecteren. Laten we iets grappigs pakken voor de lol. Monkey. G. Ik zet hem even in het midden neer. Ja, monkey. Hij is leuk. Nergens voor nodig verder, maar hij is leuk. Ik haal hem weer even weg en delete. Even bovenaan zicht. Dus laten we nu maar eerst nog een keertje een vlakje toevoegen. Shift A. Plane. Nu zit hij niet midden, dat vlakje. Ik wil hem wel een beetje in het midden van het scherm hebben eigenlijk. Wat ik doe, is ik snap hem even op het grid. Shift S. Grid. G. Ik zet hem even mooi in het midden van de asjes. En nu snap ik mijn cursor er even naartoe. Shift S. Cursor selected. Oké. Even inzoomen. Oh, dat gaat eventjes mis zeg. Als ik nu inzoom, zit mijn object uit het zicht. Nou, normaal gesproken draai het aanzicht met de middelste muisknop. Wat je ook kan doen is combinatie met Shift. En dan kan je het aanzicht verplaatsen. Zo, en nou zit mijn boxje mooi in het midden van het scherm. Maar tot nu toe hebben we alleen maar boxjes geschaald, boxje gedraaid. Maar met een vierkantje alleen kan je niet veel.
We gaan het editen en daarvoor moeten we naar edit mode. Ik klik hem even aan en ik selecteer edit mode. En nu kan je de individuele hoekpunten kan je gaan bewerken. Op dezelfde manier eigenlijk zoals we dat altijd gedaan hebben met schalen en al dat soort dingen. Mijn cursor staat in het midden. Ik ga het vierkantjes kleiner maken. Nou, ik kan zeggen hier G. Zo. Ik kan ook zeggen scale. Ik klik deze aan. Scale I. En dan typ ik 0. Enter. Dan zeg ik oké, B, box selectie, scale X en ik typ 0. Boink. En ik heb een kleine vierkantje gemaakt. Even in het midden zetten. Zo. Maar de beste tool die er is in 3D modelleren is toch wel de extrusion, naar mijn mening. Ik haal even 3 punten weg van de 4. Delete. Zo. Ik heb nog 1 puntje over. Dat puntje ga ik extruden. Wat is extrusion? Ik druk de E van extrude. En een puntje wordt een lijntje. Ik ga even Ctrl ingedrukt, zet hem even bij de cursor neer. Zo. En als ik nu beide puntjes selecteer. Shift ingedrukt. Daar hebben we beide puntjes. Kan je ook zien. Er zit een vervaging in. Kan je precies zien welke punt geselecteerd is en welke niet. Ik selecteer beide punten. Als ik nu een lijn extrude. Ik druk weer de E. Een lijn met een vlak. Goh. Nu pak ik al deze punten bij elkaar. En ik ga even naar een zijaanzicht. Nu extrude ik weer. Nou weet je wat, ik ga even een beetje een ruimtelijk aanzicht. Dat is nog beter. Zo. Nu extrude ik weer. En wat krijgen we? Ik ga even Ctrl ingedrukt. Ik klik links. En een vlakje wordt een kubusje. Dus ik kan zeggen, ik delete deze punt even. Ik heb alleen dit punt nog over, bovenaan zicht. Ik kan ook dit doen. Extrude, 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 extrude. En wat ik nu doe is, ik pak beide punten bij elkaar. En dan zeg ik fix. De F. Nu heb ik hem dichtgemaakt. Vervolgens selecteer ik alles. Ik draai het aanzicht even. Extrude. Nou, ik doe het even in de Z-richting. Zo, daar staat hij. Een vormpje. Nou, ik heb net een lijntje gefixt. Nu heb ik meerdere punten geselecteerd. Weet je wat, ik druk nog een keer F. Onderkant ook even. Even niets selecteren, box selectie. Zo, fix. En ik heb een vorm gemaakt. Om even te oefenen met de nieuwe mogelijkheden, stel ik voor dat we een kasteelmuurtje gaan maken. Allereerst ga ik terug naar object mode. Ik haal even alle objecten weg die er zijn. Delete. De cursor staat mooi in het midden. En nu voeg ik een nieuw object toe. Een plane. Dan druk ik tab. Dan ga ik naar edit mode. En ik hou shift ingedrukt. Ik klik even op één van de vertices en de andere drie die verwijder ik. En als ik delete druk, krijg je een heel nieuw menuutje met andere opties als dat je in object mode zit. Vertices zijn puntjes. Ik verwijder de puntjes. En dat ene puntje wat er overblijft, ik klik hem even aan. Scale 0 naar de cursor toe. Enter. Zo. Even een vooraanzicht. En nu ga ik dit puntje extruden. Hij is geselecteerd. Ik druk E. 1, 2, 3, 4, 5. Zo. Nou zit ik in het midden van het beeld. Ik druk even shift in. En de middelmuis, ik schuif het scherm even een beetje naar links. Zo. En ik extrude weer. Extrude. En ik ga de kantelen maken. Extrude. 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 Het is een beetje veel werk dit op het moment. En er zijn natuurlijk altijd trucjes voor. Maar laat ik het eerst maar even zo doen. Later komen we er wel weer op terug hoe dit makkelijker kan.
Zo. Extrude naar beneden. Scale Z 0. Enter. En dan pak ik het linkerpuntje ook even erbij. En dit fix ik. Nu heb ik dus de vorm van de kasteelmuur. Ik selecteer alles. A. A. En ik druk F. Fix. Ik draai me een beetje nog in de ruimte. Zo, een beetje in bovenaanzicht. Zoiets. Zo. Extrude. I. Met Ctrl en Shift in de Y-richting. Dan extrude ik hem naar min 0.5. Zo. Hier is een kasteelmuurtje. Ik raad aan het filmpje voor pauze te zetten. En het muurtje ook eens even proberen. En nu gaan we een torentje toevoegen. Ik kies een punt waar de cursor staat. Ik kies even een bovenaanzicht. Ik dupliceer dat punt, Shift D. En ik zet hem eentje in de Y-richting, zo. Dan weet je wat, ik weet het nog makkelijker gemaakt. Shift A. En ik voeg een cube toe aan het geel. Ik zet hem even een stukje naar links. Zo. Dan maak ik een torentje mee. Ik kies deze vier punten. Shift ingedrukt om te selecteren. Zo. Maar het torentje staat niet helemaal mooi. Oké. Even box selectie. Vooraanzicht. G, Z. Tik. Zo. Box selectie middelmuis. G, Z. Zo. Extrude. Twee omhoog. Ik vind het goed. Snap cursor selected. Scale 0. Dat is het torentje. Nou, laat ik er meteen mijn hele kasteelmuur van maken. Ik selecteer alles. Bovenaanzicht. Shift. Duplicate. En in plaats dat ik het ga verplaatsen, druk ik nu meteen even R. Rotate. Zo. G. Dus ik selecteer weer alles. Duplicate, rotate. 180 graden. Enter. Nou, G. Zo. Even draaien. En hier hebben we ons kasteeltje. Nu is er nog wel wat aan de hand met het torentje. Dat zal ik even laten zien. Ik ga terug naar Edit Mode. Tab. En ik klik even de tip van zo'n torentje aan. En als ik keypad punt indruk, de punten op de keypad, dan zoomt hij in op wat je geselecteerd hebt. Nu kan ik dus inzoomen. En dan blijft dat punt mooi in het midden van het scherm staan. Ik heb één punt van dat torentje geselecteerd, maar je ziet aan het kleurverloop van het oranje dat dat punt niet gedeeld wordt door alle vlakjes van die toren. Hoe kan dat? Nou, ik heb een kubus geëxtruut en vervolgens heb ik dit naar het midden gescaled. Maar dat vlakje is niet verdwenen, het is er nog. Dus eigenlijk, die vier vlakjes van dat torentje vormen geen goed geheel. Nou, daar zijn mogelijkheden voor. Om het toch goed samen te voegen, dat is een nieuw menuutje. Alt M, Merge. Ik heb hier een aantal opties. Je kan het Add Center doen, maar ik zet ze nu even Add Cursor. En nu is het één punt en dat punt wordt gedeeld door alle vier vlakjes van die toren. Dus dat is opgelost. Nou, nu gaan we even naar een iets groter en uitgebreider menu. Want dit torentje heeft dat ook, dat probleem, en dit ook, en dit ook. Dus ik wil eigenlijk alle punten die elkaar overlappen, samenvoegen tot één punt. Daar is ook weer een mogelijkheid voor. Ik selecteer gewoon alles. A, A. En nu komt er een menu. Nou, wil je menu? Hier is een menu. W. Willem. De W. Een hele lijst opties. Specials. Je hebt dus allerlei speciale dingetjes. Het gaat mij er vooral om
om de vierde optie van boven, Remove Doubles. Als ik dat aanklik, komt er boven in je 3D-scherm Removed 9 Vertices. Zo, als ik nu een van die puntjes kies aan die torentjes, dan is alles één geheel. Nu dat gefixt is, gaan we even verder met het kasteeltje, want een kasteeltje zou geen kasteeltje zijn zonder een poort. Wat ik daarvoor ga doen, is als volgt. Ik ga naar een vooraanzicht. En eventjes naar beneden toe, in de statusbar staat een kubusje met een puntje. We zitten nu in vertex selectie. Dus we zijn nu puntjes aan het selecteren. Je kan ook naar een lijn selectie. En ik ga nu even naar de face selectie. Nu kan ik faces selecteren, vlakken. Dit vlak, dat haal ik weg, delete. Faces, dan draai ik hem om, dit vlak, delete, faces. Zo, ik heb nu alleen de ombouw nog maar. En even kijken, deze verwijder ik ook, delete, faces. Nu ga ik weer terug naar puntselectie hieronder. En ik pak deze twee puntjes op. Ik pak ook deze twee puntjes even op, snap. Cursor selected. Nu staat mijn cursor precies in het midden tussen die twee. Precies in het midden van de muur. Ik zeg, ik pak deze twee puntjes. Alleen deze twee puntjes, die niet. En ik ga naar een vooraanzicht. En ik zeg extrude scale x 0 g. Ik ga hem even opzij zetten zo. En dan doe ik extrude. Extrude, extrude, zo, ik pak deze twee punten, fix, en als ik nu deze voorkant en achterkant fix, heb ik een poortje in principe, maar ik wil hem mooier maken, dus wat ik ga doen is, ik ga deze faces even verwijderen, faces, ik wil een ronde boog hebben, dus ik ga even naar de voorkant, en daar zijn ook weer toeltjes voor, G. Naar beneden toe, zo, snap, cursor selected. Nu zit ik precies in het midden van een halve poort. Nou, wat ik doe is ik selecteer alleen deze twee punten, weer even vooraanzicht. Links heb je ook een dialoogje staan, zo niet, dan druk je ofwel de T of hier een plusje. En hieronder heb je ook een menuutje, dat komt zo meteen tevoorschijn. Ik scroll even naar beneden toe hier. En dan vind je hier spin. Links zie je allemaal tapjes, bovenin is tools geselecteerd. Spin. Nou, wat er gebeurt is, onder dit dialoogje staat nog een dialoogje. Daar staan een aantal steps. Als dat dialoogje er staat, hè, als hij zo staat, dan staat hier ook een plusje. Die kan je ook even aanklikken. Nou. Nu zijn het 9 stappen voor 90 graden. Ik ga even wat minder maken. Ik ga naar 5, vind ik goed genoeg. Ik klik nog een keer spin. Even scrollen, daar staat hij. Spin. En nu zie je ook weer dat die twee punten zijn geselecteerd. En aan het verloop van die kleur zie je dat hij niet samengevoegd is nog met de rest van het object. Dus wat ik doe is AA, B, remove doubles. Nu moet ik dus de voorkant selecteren. Ik ga eventjes naar perspectief view B. En ik selecteer deze. Fix. En deze kant. A. B. Ik heb te veel geselecteerd zo te zien. B. B. Ik kan beter met cirkelselectie maar achter. Zo. En deze ook even. Maar ik heb nog steeds te veel geselecteerd. C. Nee. Veel te veel geselecteerd. Zo. Ik denk dat ik er zo ben. Fix. En ik heb er een poortje in zitten. Nu we toch gaar aan het spinnen zijn,
wil ik eigenlijk ook wel een ronde toren in het midden hebben. Ik ga van bovenaan zicht. Ik pak even twee punten. En deze twee. Snap, cursor selected. En nu zit mijn cursor precies in het midden van het hele model. Maar, oké, als hij tenminste symmetrisch getekend is. Hè. En ik pak even één punt. Duplicate, scale 0. Die staat nu in het midden. Bovenaan zicht. G. Ik doe even twee stappen opzij zo. En dan ga ik vanaf hier spinnen. Spin. 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 A. A. B. Remove doubles. A. Cirkelselectie. Ik pak dit gedeelte. Vooraanzicht. Extrude. Extrude. Scale. Ik moet hem horizontaal scalen. Shift Z. En dan doe ik het zo. En dan extrude. We gaan die punten samenvoegen. Alt M. Merge at center. En nu heb je een torentje. En nu wil ik eigenlijk nog een leuke onderdeel laten zien van het printmenu. Dus ik een voorkant pak. Ik zoom even in. Ik pak deze twee punten. Voorkant. Dan zeg ik duplicate, shift T. Eentje opzij, twee opzij. Extrude, 1, 2. Extrude, 1, 2, 3, 4. Extrude, 1, 2. Zo. Ik selecteer die punten. Zo. Nu ga ik even naar de onderkant kijken. Ctrl 7. Ik verplaats deze even een stukje naar binnen toe zo. Ik fix dit toch even. 1, 2, 3, 4. Fix. En dan pak ik die twee punten nog even bij. Ctrl 7. Nu ga ik niet spinnen, maar ik ga spin dubben. Spin. En nu ga ik hier, in dit menuutje hier, duplicate selecten. En ik zeg, ik wil dat je 360 graden draait. 360 graden. Enter. En weet je wat? 5 herhalingen, 6 herhalingen, 7 herhalingen, 8 herhalingen. Zo, klaar. Ik doe nu even delete. Vertices. Want hij heeft 4 punten overlapt. Dus dat hoeft er niet. Nou, dan heb ik nog eens... Even wat support erbij gemaakt. Ook heel erg leuk. En dan heb je een torentje. Ik stel voor dat je dit ook probeert. Je hebt nu gezien hoe het gaat. En dan gaan we straks even verder naar wat geavanceerdere opties. En nu eerst nog even een overzichtje van alle functies die we in de afgelopen sectie behandeld hebben. Laten we even verder gaan met het kasteeltje. Je had al gezien waarschijnlijk dat ik bij het maken van dit poortje toch, ondanks de toeltjes die we hebben, ontzettend moeite had met het selecteren van de juiste puntjes. En er zijn nog een aantal mogelijkheden. En dat is bijvoorbeeld de lusselectie. Dat ga ik even verduidelijken aan de hand van een ander objectje. Ik voeg even een object toe in object mode. Shift A. Mesh UV-sfeer. En aan de linkerkant heb je nog een dialoogje. Dus pas ik hem de grootte nog even aan 5. Rings. Maak er ook maar 32 van. Nou, dat is een balletje. Hartstikke leuk. En nu ga ik naar op Edit Mode Tab. En ik selecteer even niets. Een lusselectie kan op twee manieren. Ik kan aanliggende lijnen selecteren. Dat doe ik eerst eventjes. Ik druk Alt in samen met Shift. En dan selecteer ik met rechts even niet een punt, maar een lijn. En nu zie je dat hij dus alle aanliggende lijnen selecteert. En verticaal ook nog even. Ik zet mijn muis op een lijntje. Alt Shift. Oké.
Wat ook mogelijk is, is ik selecteer een punt en ik ga met Ctrl en keypad plus selecteer ik alle aanliggende punten. Dus ik heb één punt geselecteerd, Ctrl, keypad plus en ik heb aanliggende punten. Dat kan ik ook zo doen. Ik pak hier een punt en hier een punt en daar een punt. Ctrl, keypad plus en hij pakt aanliggende punten. En kijken wat hij hiermee doet. Ctrl, keypad plus. Ja, zoals je ziet is dat een mogelijkheid. Ik kan ook weer keypad min doen. En dan heb ik nog een lusselectie, maar dan met aanliggende vlakken. Dat is ook een leuke. In plaats van Alt-Shift druk ik Alt-Ctrl. En dan klik ik weer zo'n lijntje. En nu zegt hij, ik selecteer alle aanliggende vlakken. Dus ook nog even een verticaal lijntje erbij. Ik moet ook Shift erbij toetsen en dan selecteert hij alles bij elkaar. Heel erg leuk. Hier ook even heen. Zo. Nou, wat ik kan doen is bijvoorbeeld extrude, scale. Nou, een heel aparte vorm. Je weet nooit waar het goed voor is. Maar goed, dat zijn dus opties die ook nog mogelijk zijn. Je kan ook nog doorzichtig tekenen. Dus wat ik doe, is ik druk de toets Z en alles is doorzichtig. Als ik nu een vooraanzicht neem, kan ik gewoon voor- en achterkant tegelijk selecteren. Ik druk even A met boxselectie. Zo, nu draai ik hem even en je kan zien, ik heb alles geselecteerd in een cirkel. En elk van die functies heeft zijn mogelijkheden. Als je het editen bent, is het wel prettig als je het ongeveer 20.000 vertices hebt. Dat je zegt, ik kan de juiste selecteren op een makkelijke en snelle manier. Dus die functies zijn niet overbodig. Nu even terug naar het kasteeltje. Ik ga even naar object mode. Ik haal deze sfeer weg. Delete. En ik ga nog een poortje bouwen aan de andere kant van het kasteel. Dus ik klik hem even aan, keypad punt, centreren en dan draai ik hem naar de achterkant, tab, edit mode en nu ga ik dus eerst de onderkant van dat muurtje weer weghalen. Ik pak even een lijnselectie, ik kies deze twee lijnen uit, delete edges, zo, Z. En nou zeg ik, ik ga even een lusselectie maken, plus, alt shift. Lijntjes. Ik ga even naar puntselectie. En nu heb ik die muur compleet geselecteerd. Maar nu wil ik eigenlijk alles hiden. Ik wil alles even verstoppen. Dan kan ik makkelijker met dat muurtje werken. Wat ik doe is, ik selecteer alles behalve het muurtje. Dus het inverse van wat ik nu heb. Ctrl-I. Dat is het inverse. Trouwens, die mogelijkheden staan ook in menu W. Als je de W drukt, zie je hier ook staan. Hide. Reveal, Select Inverse, die staan hier ook op een rijtje toevallig. Ik druk dus de H, Hide. En nu ga ik een nieuw poortje maken. Wat doe ik? Ik pak puntselectie, ik selecteer deze twee punten, snap mijn cursor naartoe, cursor selected. Kies deze twee punten, vooraanzicht 1, Extrude Scale X 0. Ik zet hem even een stapje opzij. Zo. Extrude. En nu doe ik Ctrl Keypad plus. Plus, plus. En nu heb ik dus dit stuk geselecteerd. En die ga ik spiegelen naar de andere kant. En daar is die cursor dus ook heel belangrijk voor. Ik duplicate het. Shift D. Ik zet hem terug op zijn plek. Ik klik gewoon rechts. En nu komt het aan. Alt-M is samenvoegen, merge. Ctrl-M is mirror. Als ik dat ingedrukt heb, komt er in de taakbalk onderin te staan Select a Mirror Axis. Ik kies daarvoor X. Dus ik druk nog even een X in. En Hatsiki D. Nog even bevestigen met linkermuis. En ik heb een spiegelbeeld gemaakt. Nu even doorzichtig. Ik selecteer even een boxje, deze punten en remove tables.
zover gaat het goed. Ik ga mijn boogje weer even maken. Maar dit keer gaat het boogje even anders worden. Ik kies deze twee punten, snap mijn kussen naar naartoe, ik pak een vooraanzicht. 1. Daarna zeg ik A, B. Ik zeg deze twee punten en dan spin ik. Steps 5. Spin. Zo. Nou, nu zie je ook weer hier. Het sluit niet aan. Het zit niet bij elkaar. Box selectie. Ik pak die twee er even bij. W. Remove tuples. Dat is klaar. Nu kan ik gewoon lusselectie nemen. Alt Shift. En dan klik ik op een lijntje. En dan zeg ik fix. Dat doe ik voor de achterkant ook even. A. Op het achterste lijntje. Alt Shift. Fix. Nu mag de rest van het kasteel ook alweer tevoorschijn komen. Dus ik doe eventjes Alt H. In het menu W kan je het zien. Daar staat Hide. En daaronder staat Reveal. Alt H. Nu is het hele kasteel weer aanwezig. Ik ga terug naar een solid view. Z. En nu heb ik dus twee poortjes. Maar ik ga hier eerst nog iets mee doen. En dat is Proportional Edit. Ik kies even met Z. Even, oké, niet, ja. Ik kies dit puntje. En ik kies dit puntje. Ik neem even naar achteraan, zeg dit keer. Ctrl 1. Of 1. Oh, het is een vooraanzicht blijkbaar. Oké, vind ik ook goed. En nu ga ik naar beneden naar de taakbalk. En nu ga ik een hele leuke functie laten zien. Dat is dit cirkeltje. Ik zet hem even op Enable. Proportional Editing. Wat er gebeurt. Ik zoom even een beetje in. Als ik nu verplaats. Dan proportioneel editen. G. Dan gaan punten mee. Die niet geselecteerd zijn. Het is een soort tractor beam, zeg maar. Ik ga even Z omhoog. Ik zet hem even zo. Ik vind deze niet helemaal mooi, hoe dat verloopt. Ik pak even een andere vorm. Ik zit nu in Smooth. Ik pak even de sphere. Of root. Root. G, Z. Is iets beter. Zo. Dat is even een ander poortje. Proportional Editing heeft heel veel mogelijkheden. Dus ik wil dat even verder uitlichten. Dus ik pak nog even een puntje. De bovenkant. Duplicate. Ik zet hem hier ergens neer. Snap Selection to Grid. Snap Cursor to Selected. En nu Inverse Selectie. Die vind je ook in het menu W. Select Inverse. Ctrl I. W. Hide. Dus nu heb ik het verborgen en ik heb alleen dat puntje om mee te werken. Ik ga eventjes opzij met dat puntje. Proportional Editing staat zo te zien nog aan. Ik zet hem hier ergens neer. En dan zeg ik Extrude, Rotate, 30 graden. Extrude, Scale, zoiets. En nu pak ik alleen de lijnen aan de zijkant. Ik pak even de lijnselectie. Deze twee. En nu komt er nog een functie. Die ook in de special staat. Ik toets W. En bovenaan staat Subdivide. Nu delen die lijnen zich in tweeën. Maar ik ga het in meer secties verdelen. Dus. Ik zet het in 6. 6. 6 vind ik mooi. En nu komt een stukje Proportional Editing. Ik klik alleen dit binnenste lijntje aan. Rotate. Wat gebeurt er? Ik ga even scrollen. Zo ziet hij er mooi uit. Ik selecteer alles. Vooraanzicht. Extrude. Zo, dit is een spaak van zo'n velg. Bovenaanzicht. Ik ga eerst nog even doorzichtig tekenen. A, C. C. Delete. Faces. Dan zijn nu je hold. Ik pak het even het gele zaakje even op. Dan zeg ik spin. Ik maak het dupli.
Ik maak het 360 graden. En ik maak het 6 stappen. Zo is hij mooi. Ik ga even doorzichtig tekenen. Z, A, B, deze. Extrude, rotate. B, fix. Ja, daar heb je hem. Ik moet het even dicht maken hier zo. 7. Dan zeg ik Z, B. Pak ik deze. Nu komt een van die selectiemethodes. Ik doe Ctrl, Keypad plus. Dan heb ik het totaal geselecteerd van wat er tussenin zit. En nu doe ik weer spin. En het is nog steeds dupli. Het zijn nog steeds 6 en 360 graden. Dat blijft gewoon zo staan. De buitenkant ook eventjes. Op dezelfde manier. Even doorzichtig. A, B. Extrude, rotate. 10, extrude, rotate, 10, B, fix, met lusselectie nu, Alt en Ctrl, en dan weer met keypad, Ctrl plus, en nu heb ik deze sectie ook geselecteerd. Bovenaanzicht, weer een spin, en nu zit de bovenkant ook dicht. Nu moet ik alleen even AA. W, remove tables. Even kijken, Z, A, B. Pak ik dit lijntje eventjes. Duplicate, scale, shift Z. Dus niet in de hoogte. 0. Nu zit dat lijntje op de cursor. En die verplaats ik even omhoog. Proportional editing even uit. G. Zet ik hem hier neer. En dan zeg ik spin. En dit keer is nog steeds dupli mode. Dus dupli zet ik uit. En het aantal. Door aantal selecties maak ik 16. En dan zeg ik duplicate. Scale shift z 0. Voor de binnenkant doe ik dat ook nog een keertje. Ik heb hier dat lijntje nu weer bij de cursor staan. G. En dan zeg ik hier weer spin. Dan heb ik hier ook een asje. A, A, W, remove doubles. Zo. Nou, wat ik ga doen, is weer een lus selecteren. Ik pak een lijn. Deze lijn. Deze lijn. En dat is met Alt Shift. Vooraanzicht zet. Dan zeg ik extrude. Scale Z 2. Nou, die andere doet het niet echt. Momentje. Ctrl Z. Dit er. Snap cursor selected. 1. Extrude Scale Z 2. Nou, we maken maar 4 van. Zo is mooi. Zo. Dat is prachtig. Dan zeg ik deze. Puntselectie. Scale Z 4. Zo. Weer een lusselectie. Ik pak deze en deze samen. Ik doe eerst eventjes deze en deze samen. Fix. Dat doet hij niet. Nou goed, dan doen we Alt F. Dat is ook een vorm van fixen. En aan de andere kant ook even. Deze lus, Alt Shift en deze lus, Alt F. En hier heb ik ook nog een lus. Ik weet niet of dit lijntje daar terecht komt. Hoor. Hier heb ik een lus. En hier heb ik een lus. Alt F. Andere kant. Deze. En deze. Alt F. Ik doe even A, A, B, remove doubles. Nog even kijken. 0. Nu doe ik Ctrl Nico. Ctrl N. Normals. Nu heeft hij uitgerekend wat de buitenkant is en wat de binnenkant is. En dan zie je ook dat het... een mooie kleuren, egale kleur heeft overal. Maar nu hebben we dus een wielvellig. Beetje eenvoudig nog, maar het ziet er al heel aardig uit. Nou, weet je wat, ik ga er nog een kleine aanpassing op maken. Ik ga nog een lusselectie pakken. Deze. Nou, dat lukt dus niet met lusselectie nu, op een of andere vage reden.
Maar het gaat mij ook voornamelijk om deze punten. Beetje jammer dat ik dat zo met de hand moet doen, maar goed. En deze. En de andere kant ook even. Even wat beter effect van maken met proportional editing aan. Enable, scale Z, niet zoveel, 2, geeft het een leuk effect, van bovenaan zicht Z, A, punt selectie, B, het gaat, nee, C, zo, cirkelselectie, even een zijaanzicht, en nu ga ik dit ook nog even verplaatsen, zo. Ik ga dat even op een andere manier doen. Dit wordt sharp. G, Z. Zoiets. Tap. Dan heb je hier een wielvelg. We gaan weer even terug naar het kasteeltje. En deze velg die laat ik nog eventjes apart. Ik druk even edit mode. Alt H. Daar is het kasteeltje. Invert. Ctrl I. Ik zet deze even als apart object, want het zit nu samen met kasteel in hetzelfde object, dat wil ik niet. Dus ik druk P, Separate Selection. Als ik nu weer naar object mode ga, kan je zien, ik heb hier een kasteel object en hier het object velg. En nu druk ik weer H, dan is hij verdwenen en we gaan gewoon even door met het kasteeltje. Ik wil een berg hebben om die kasteel heen. Shift A. Kies even een nieuwe mesh, een plane. En als je kijkt, even Z, dan is die heel klein. Ik ga even naar edit mode en ik scale hem even 30 keer of zo. Nu ga ik deze ook subdividen. Dat vind je in het menu W, speciale menu, subdivide. En ik ga het aantal secties ook weer verhogen hier naar 10, dat is het maximum. Subdivide dit nog maar een keer. En subdivide dit nog maar een keer. Nou ja, subdivide. Dit zijn ontzettend veel punten. Even naar object mode. En het kasteel ga ik ook even verbergen. Hide. Hier ga ik bergen maken. Nou, hoe doe je dat met proportional editing? Ik pak even bovenaanzicht. Ik klik gewoon even een paar punten aan. Weet je wat, ik vind het wel leuk zo. En hij staat op sharp. Dat ga ik even veranderen naar smooth. En dan zeg ik G, Z. Nou, dit is natuurlijk niks. Ik ga even scrollen. Dit vind ik ook niet zo denderend. Maar ik kan zeggen 7, ik haal even een paar punten weg, C. Alleen de middelste punten, en dan kies je nog een paar puntjes bij. Voor de fun. Zo. En dan zeg ik weer G, Z. En dit vind ik niet zo denderend. Ik denk dat ik even... Even kijken wat die doet. G, Z. Zo. Leuk. Nou, bovenaan zicht weer. Nu gaan we weer een paar nieuwe punten pakken. Rondom. Even kijken wat het voor effect heeft. De laatste even niet. Dat is te ver. Zo. Deze punten. Ook even GZ. Laat ik daar ook weer even smooth voor pakken. GZ. Zo. Nou, heel erg leuk. Bovenaanzicht. Nu kies ik weer een paar punten. Een paar topjes zo.
in het midden. Hartstikke leuk, we gaan dit even proberen. Ja, GZ. En nu eventjes, even kijken wat inverse square doet. Dus GZ. Prachtig. Ja, 7. Nu maar even nog 1, 2, 3. Ik wil eigenlijk dat geheel van die berg wat hoger wordt. Zo. Ja, even kijken. Oké. Okay. Goed. Nu doe ik random. Dat wordt heel apart. Dat wordt wel grappig. Nog een paar punten erbij. Ik houd hier even op als berg. GZ. Heel erg leuk. Geeft een leuk effect. Nu selecteer ik alles. En dan zeg ik weer iets in het menu W, special menu, smooth. En dat doe ik een paar keer. Kijk hoe het eruit ziet. Het is een berg. Ik doe voor Alt H. En die vellig die kan ik verbergen. Het kasteel. Vooraanzicht. G, dat zet ik hier bovenop ergens. Nou, het gaat natuurlijk nooit passen. Dus deze. Tab. Scale, Shift Z. Ik maak hem toch iets groter zo. Zo. Tab. En nu kunnen we de kasteel op een berg zetten. Even kijken. G, Shift. G, even kijken. Hier zetten we hem hier eens neer. Een leuk plekje zo. Ja. Nou, wat ik nu nog moet doen is eigenlijk een vlak oppervlak maken. Dus ik ga weer terug naar die berg. 7, Z. Dit is het kasteelgebied. B. Dit is het gebied waar het kasteel in staat. Tab. Snap cursor selected. Terug naar de berg. Scale Z. 0. Niet op random. We zetten hem even op sharp. Scale Z. 0. Ja, zoiets. En dan hebben we het kasteel op een berg staan. Zo zie je wat de mogelijkheden zijn van proportional editing. Nu leg ik er nog even een gracht omheen. Dat doen we als volgt. Ik heb de berg, ik heb dat vlak geselecteerd. Snap cursor selected. Scale. Beetje zo. Extrude, ik hou voor controle ingedrukt. Zo, dat is een gracht. En het kasteel moet ook even nog gewijzigd worden. Tab, snap cursor selected. Berg even voorbij, even wisselen. Zo, even kijken. Vooraanzicht, Z. A, B. Extrude, scale, Z, 0. Zo, klaar. Nou, die poorten moeten ook dichtgemaakt worden hier. B. Delete. Edges. Lijnselectie. Fix. 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 Dat is die. Ander poortje ook even. B. Delete edges. Fix. 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 Dat is ook gereed. Er zitten van die donkere vlakken in.
Dat los je op door gewoon alles te selecteren en dan Ctrl N, Nico. En dan berekent hij de buitenkant opnieuw. Soms weet Blender niet meer wat binnen en buiten is. En dat kan je zien door die donkere vlakken die erin zitten. En dan moet er nog een bodempje in. Snap cursor selected. Ik zet proportional editing even uit. Duplicate. Extrude. Scale. X0. Snap cursor selected. Scale Y0. Snap cursor selected. Scale Y0. Er zit een vloertje in. Nou, deze mag weg. Delete vertices. Er mag nog wel veel meer weg eigenlijk. Delete edges. Dat hebben we allemaal niet nodig. Ik zie hier nog allemaal troep zitten. Delete edges. Het gaat niet helemaal zoals het bedoeld is. Delete edges. Ongeveer zo. Dan zeg ik deze. Deze ziet er ook een beetje raar uit. Deze. Deze. Delete vertices. Hier zit er nog één. Hier. Hier. Oh. Delete vertices. Zo. Nou, tab, alt hide. En we hebben een slotgracht. Laat ik het nu eens over kleur gaan hebben, want het is allemaal nog dezelfde grijze tint als voor de hele tutorial. Daar gaan we even wat aan doen. Een object krijgt kleuren. Aan de zijkant hier zie je een dialoog. Die maak ik even ietsje breder. Ik klik even hier met rechts op het randje, join area en naar boven toe. In dit tabje, laat ik het even hier zien, dan kan je van allerlei dingen uitselecteren en het moet properties zijn. En hier heb je een kleurentab. Hierin staan alle kleuren definieerd die het voorwerp heeft, dus nu helemaal niets. Dus ik klik even een plusje en nog maar even een plusje en nog maar even een plusje. Nou, er staat nog steeds niks in. De eerste, een nieuwe kleur. Ik noem hem green. Laten we het Engels doen. En we gaan hem even aanpassen. Dit is diffuse color. Dat is de belangrijkste kleur. Dat is gewoon de echte kleur die het moet hebben. En je ziet hier een kleurbalk. Ik ga even naar groen toe. Ik maak hem een beetje donkerder. Nou, dat is groen, zeg maar. Ik pak deze nog even bij. Ook een nieuwe kleur, die noemen we brown, een bruin kleurtje, eens even kijken, diffuse, even iets donkerder, zo, dat is bruin, pak nog een kleurtje, die maken we gewoon iets donkerder. En die noemen we eventjes gray. Dan doe ik nog een plusje. Nieuwe kleur. Diffuse. Ik maak nog even minder donker. Dan zeg ik LT gray. Lichtgrijs. Deze is lichter dan deze. Maar ik zal hem nog even lichter maken. Dat gaat niet helemaal. Zo. Maak deze nog even donkerder. Zo, nu ook een aantal kleurtjes en nu kan ik het object in gaan kleuren. Ik verberg de berg. Nou,
En ik ga even in edit mode, ga ik nu dingetjes kleuren. Laten we zeggen die muren, die maken we natuurlijk een beetje grijzer van kleur. Ctrl, keypad plus. Dat wordt gray, lichtgrijs, assign. Dan zeg je ook weer die torentjes. Doe ik hetzelfde. Assign. 2, 3, 4, deze. Ctrl, keypad, plus. Die maak ik donkergrijs. Assign. Laat ik hetzelfde hiervoor doen. Loop selectie. Nou, die maken we eventjes even kijken. Wat zullen we ermee doen? Ctrl, plus. Die maken we ook lichtgrijs. Assign. Deze edge loop. Ctrl, plus. Die maken we grijs. Nou, ik wil eigenlijk nu alles van alle deze selecteren. Ik pak even faces. Dan zeg ik alles wat groen is, select. Behalve dan B, deze. Nou, dit wordt bruin. Assign. En die vloer is groen, hartstikke leuk. Dus dat is heel snel eventjes kleurtjes. Nu ga ik die berg nog een beetje kleuren. Nou, ik heb al vaak veel kleuren en eigenlijk mag de berg, het object berg, wel een paar kleuren hiervan overnemen. Ik doe plus en die doe ik niet nieuw. Ik selecteer gewoon van bestaande kleuren grijs en de berg is grijs. Weet je wat, ik maak hem lichtgrijs. Zo. Ik hide er alles eventjes. En dit, hè. Tab. Nou, Ctrl plus. Dit maak ik even groen. Ik ga even naar object mode. Plus. Groen. Tab. Zeg ik assign. Nou. Ik denk dat ik zelf gewoon even zo doe. Assign. Een beetje groenigheid. Weet ik het. Op zich is het niet zo belangrijk op dit moment. Tab. Alt hide. En nou hebben we dus een kasteeltje met wat kleur erin. Dan heb je dat ook gezien. Sculpten heb ik niet veel verstand van. Ik heb er niet zoveel mee bezig gehouden. Maar toch, het is een tutorial wel waard om er even naar te kijken. Dus ik ga even kijken wat ik daarmee kan doen. Ik wil hier een pad langs maken. En met Sculpt kan je dus een vorm gaan kneden. Je zou van een ijsblokje een sneeuwpop kunnen maken, bij wijze van spreken. En dat is een heel krachtige tool. Dus ik ga even naar de statusbalk. En ik selecteer uit object mode, selecteer ik nu Sculpt mode. En links zie je dus weer een paar toeltjes die daarbij horen. Ik kies even wat leuks uit. Fill diepen, fill diepen, F-layer. Ik heb geen idee wat het is. Laten we dat eens proberen. Ik moet wel even de symmetrie uitzetten. Dat is, ik zet dan topo aan. En symmetrize. Symmetry, die is uit. Oké. Okay. Dat had ik al uitgezet blijkbaar. Als ik nou dit, deze uitprobeer zo, dan ga ik hier even langs. Nou, leuk. Een beetje sculpten. Nou, ik ga hem langs de Z-as doen. En dus kijk, als ik hem heel sterk zet, of dat resultaat heeft. Nou, ik pak even een andere. Veel diepen. Even kijken wat dat doet. Dit gaat helemaal anders nu. Veel.
Ah, dat ziet er ook wel interessant uit. Ik ben inderdaad een pad aan het tekenen. Dus ik heb hier een soort van pad gemaakt. Het is nog niet helemaal mooi trouwens. Ik ga daar nog wat verder in diepen. Wat een toestand zeg. Ja. Zo. Zoiets. Nou weer smoothen. Heel proces dit. Ik vind het wel heel aardig zo. Ja. Oké, nu ben ik even klaar met sculpten. Ik heb hier een pad gemaakt. Het ziet er niet helemaal optimaal uit, maar ach. Wat ik nog wel wil laten zien is, deze optie, DynTopo, heeft ervoor gezorgd dat er meer detail in het object toegevoegd wordt naarmate we verder gaan met sculpten. Dat kan je zien, ik ga eventjes naar, eerst maar even naar object mode. Dan zoom ik een beetje in naar edit mode. Hier zie je het aantal driehoekjes is behoorlijk toegenomen in verhouding met de rest van de berg. Nou, dat is wat DynTopo doet. Want anders krijg je weinig vorm in je object als dat niet gebeurt. Maar nu kan ik het aantal driehoekjes weer gaan reduceren met het gebruik van een modifier. En dat ga ik nu eventjes demonstreren. Ik ga hier in dit dialoog, Object Properties dialoog, ga ik eventjes naar dat moersleuteltje toe bovenin. En dan klik ik op Add Modifier. Nou, de Decimate reduceert het aantal polygonen, zoals dat heet, het aantal driehoekjes. Nou, daar vul ik eventjes in. 0.1, Enter. Nou, hij heeft het aardig gereduceerd. Maar het stomme is, een modifier doet eigenlijk niets met je object, alleen met het uiterlijk van het object op dit moment, tot je apply kiest hier. Als ik nu eerst weer eventjes naar edit mode ga, tap, dan zie je dat al die driehoekjes er nog steeds zijn. Ik druk weer even terug naar object mode. Hij berekent dus wel iets nu, maar je object is er nog niet door veranderd. Nu klik ik even apply. En nu is je modifier verdwenen. Ik ga even druk weer even op tab. En nu zijn het weer veel grovere vormen. En dat is één modifier. Zo zijn er nog een paar. En daarvoor ga ik even terug naar de velg die ik gemaakt heb. Alt-Hide. Berg mag wel eventjes weg. Kasteeltje mag ook even weg. Ik centreer het view even met punt. Keep dat punt op de velg. En hier ga ik ook even een modifier op loslaten. En dat is Subdivision Surface. Dat is een hele mooie. Later kom ik erop terug, want dan gaan we een karaktertje tekenen. Heb je die ook nodig. En hier het aantal levels in de view. Gooi ik even een beetje omhoog. Hij krijgt een hele mooie ronde vorm. Als ik ook eventjes doorzichtig laat zien. Het aantal polygonen is flink toegenomen op dit moment. Maar als ik dus weer naar edit mode ga, dan zie je dat dat helemaal niet zo is. Nu laat hij twee dingen zien. Hij laat de vlakjes van je vorm zien. En hij laat ook zien als hij gesubserved is, zoals dat heet, hoe het er dan uit komt te zien. Als ik dus de view of nog een level omhoog gooi, wordt het nog fijner. Maar het is allemaal heel erg afgerond en dat wil ik niet. Dus wat ik ga doen, ik pak even vooraanzicht 1. Doorzichtig. En dan kies ik even deze bovenste vlakjes. Zo. En dan ga ik naar een nieuw menu. Dat is Ctrl-E, Edge. En hier staat dus een menu wat je allemaal met edges kan doen. Nou, ik raad aan om daar eens naar te kijken wat er voor mogelijkheden zijn. Maar ik ga nu even Mark Sharp. Sorry. Nu even naar Edge Crease. Daar staat ook een toets bij.
Nu kan ik de crease toenemen, toe laten nemen. Nou, dat kan je niet goed zien op dit moment. Ik doe even zo. En dan druk ik Shift E. Even mijn cursor hier. Shift E. En naarmate ik dus van mijn cursor wegga, wordt de hoek steeds scherper. Nou, ik zet hem even. Ik kan ook typen. Ik toets hem even op 1. Enter. En dan ga ik weer even naar object mode. Dan kan je zien dat die hoeken nu heel scherp zijn. Dat ga ik ook eventjes hier doen. Om het even te laten zien. Shift E. 1. Enter. En dit is ook recht. Nou. Dan ga ik zeggen hier. Ctrl plus. Shift E. 1. Enter. Oké, weer even terug naar edit mode. Maar de modifier past het wel toe op het object. Maar ik kan hier deze even aanklikken. En dan kan je zien, ik kan nog steeds gewoon werken met de originele vorm. En nu zo. Kan ik deze klikken, dan verdwijnt de originele vorm. Dus hier heb je ook nog een aantal mogelijkheden voor wat betreft je zicht. En dat is dan de subsurf modifier. Laat ik ook even apply kiezen. Nou is de modifier weg. Nou heeft hij het op het object toegepast. En als ik nu in edit mode ga kijken. Nou, dat is wel een onvoorstelbare verfijnde vorm. Natuurlijk is hij niet al te mooi, maar dat zijn de mogelijkheden die je hebt. En later met het ontwerpen van een karakter kan je dit goed gebruiken. Ook in combinatie met sculpten en dat soort dingen. Daar kijk ik later ook nog eventjes naar. Dus ik kom hier nog even op terug later. Nu wil ik het nog even over textures hebben. Die kan je over je figuren heen plakken. En dat geeft een wat meer realistisch uiterlijk. Daarvoor maak ik eerst even heel snel een huisje. Die zet ik aan de voet van de berg. Laten we zeggen hier ergens. Dus begin ik gewoon weer met een heel simpel blokje en ga ik even heel snel een huisje tekenen.
Dit is het huisje. En nu een texture. Allereerst ga ik naar de Properties window. En kies ik even iets anders als de Properties window. Dat kan je doen met deze knop. Ik klik hem even aan. En hier kan ik dus een nieuwe window kiezen die ik nu nodig heb. En dat is UV Image Editor. Nou, je ziet hier een vakje. Daar moeten we een image in zetten. Ik zal hem iets breder maken. Zo. En hier ga ik even naar Edit Mode. En dan kies ik eventjes alleen het muurtje. Ctrl Keypad plus. Invert Hide. Selecteer alles. Dan zeg ik U. Unwrap. Nou, dat ziet er wat rommelig uit. Ik zal er even een texture bij zetten. En dan moet ik even open. Ik heb eentje voorbereid. Ik heb een paar textures online even gedownload. En dat met Paint even in een... in één afbeelding gezet. Dat is dit. Maar de unwrap, dat ziet er niet uit. Dat komt ook omdat er zoveel rare vormen in zitten. Zoveel verschillende soorten driehoekjes. Toevallig weet ik dat ik deze lijn op 1/10 heb gescaled van de breedte van de hele muur. Dus ik zet mijn cursor hier even neer. Dan scale ik even I10. Zo, dan is hij recht. Dan kies ik deze, die fix ik. Deze, die fix ik ook. Fix. En nu heb ik een mooi vierkant. En dat kan hij veel makkelijker uitpakken. Of daar kan hij veel makkelijker een texture omheen wikkelen. Wat ook nog nodig is, ik zet hier even een snijrand. Ctrl E. Met Ctrl E krijg je het Edge menu. En er staat eentje bij, dat heet Mark Seam. Wat er nu gebeurt is, als ik Unwrap kies, U, ik eerst even alles selecteren, U, Unwrap, dan fout hij het over de hele breedte van de texture. En dan begint hij bij de seam en eindigt hij weer bij de seam. En dan fout hij hem compleet eromheen over de hele breedte van de afbeelding. Nou ben ik eigenlijk alleen maar geïnteresseerd in die texture, dat stukje texture rechtsboven. Dus dat gaan we even scalen. G. Ik zet hem hier even neer. G. Zo. Snap cursor selected. En ik kies hier even onderin. Ik schrijf nu even met mijn middelste muis ingedrukt. Want je kan gewoon door die taakbal kan je dan dus gewoon verschuiven. En ik kies hier even 2D cursor. Nu gaan alle transformaties richting cursor. Dus ik selecteer even alles. Dan zeg ik scale x. Punt 5. Nog minder. Scale x. Zo. Even inzoomen. Scale x. Zo. Ja. Even een ei ook even scalen. Scale ei. Zo. Ik zal ook even laten zien in 3D hoe dat er nu even uitziet. Ik kies hier, in plaats van dat witte balletje, kies ik texture. Nou, dan zie je dat die nu heel netjes wordt uitgelijnd. Dat kan ook met Alt-Z. Als ik dus zet, ik heb dit. Ik druk Alt-Z. En dan kom ik gewoon in Texture View. Nou, dat schiet er lekker op zo. Eens even kijken hoe dat eruit ziet. Nou, dat loopt prachtig. Alleen, ik vind hem een beetje breed. Die steentjes zijn een beetje lang gerekt. Dus daar gaan we ook even wat aan doen. En dat is ook een leuk systeempje. Ik scale nu X. Wacht even, snap, select to pixels. Nu zit hij op hele pixels van de image. Dan past hij beter. Nou, nu scale ik. X, 2. Dan denk je, wat is dit nou weer? Nou, dat moet. En nu snap ik mijn cursor hier naartoe. Snap cursor selected. B. En nu ga ik dit mirroren. Ctrl M. En dan kies ik X.
Dus nu overlapt hij wel over die tekening. Maar je kan het aan de muur zien. Het ziet er nu een stukje netter uit. Het enige is wel, als ik hier zo kijk, je kan heel goed zien dat hij gespiegeld is, die muur. Dus dat gaan we ook nog even veranderen. Dan kies ik alleen deze. Dan kies ik Snap Cursor Selected, AA. En dan zeg ik weer Mirror, Ctrl M, X. En dan kijk ik nu, dan is hij niet gespiegeld. Het ziet er een stuk netter uit. Ik heb specifiek ook een tekstje gekozen die herhaalbaar is. Herhaalbaar, dat wil zeggen, als ik dit tekstje, deze tekstje kopieer en ernaast leg, zie je geen overgang. Dus links en rechts passen precies vloeiend in elkaar. En boven beneden ook, van de image. Nou, wat ik nu niet wil hebben, is deze twee, die kan ik deleten, delete edges. En deze twee moet ik even terugscalen, scale i.1, daar stond die op. Nou ja, en als ik ze nu gescaled heb, zie je ook dat die tekstje weer heel gek gaat doen. Dus, dan pak ik deze twee even op. Want als ik ze hierboven gescaled heb, moet ik dat in de texture ook even doen. Nou, dat gaan we even doen. Snap cursor selected. Scale x.1. En deze ook even. Scale x.1. En nou een muurtje. Dan gaan we nu verder met het dak. Ik ga weer even naar edit mode. Alt H. Nu ben ik puur geïnteresseerd in dit gedeelte. Inverteer, hide, Z, Z. Nou, als een allereerste dit. Deze faces, die kan je niet zien. Dus die halen gewoon lekker weg. Z. P. Delete. Even kijken, zit er nog iets toevallig in de weg? Deze ook. Deze ook, die hebben we niet per se nodig. Delete. Faces, zo. En aan de onderkant deze, die hebben we ook niet nodig. Die zie je ook niet. Zo, dus dan houden we eigenlijk maar een paar dingetjes over. Nou, alles selecteren, U, unwrap, en daar staat hij. Alleen ik zie geen texture. Nou, naast nieuw zit een icoontje, we hebben al eentje geopend, dus die hoef alleen nog maar te selecteren. En dan ga ik naar dit ding toe, maar dat is ook geen kunst. We zetten hem hier neer. G. Even kijken, hoe gaan we dat doen? Ik vind eigenlijk dat ik dit even op een randje moet zetten, zo. Dan krijg je aan de onderkant een randje te zien, dat is wel leuk. Oké, dan zet ik mijn cursor hier neer, snap cursor selected. Scale. Scale X. Dat werkt niet zo heel nauw op het moment. Ja, ik vind hem prima zo. Even Alt-Z, dan krijg je een textured view, hartstikke mooi. Maar, dit randje, die wil ik eigenlijk eventjes mooier maken. Want die onderste tegeltjes hier, die hebben hier naadjes, nou die wil ik gelijk laten lopen. Dus ik pak even alles op. Dan zeg ik, B, dit gedeelte, mirror ik gewoon. Mi, Ctrl, M, I, zo. En nu loopt het gelijk op. A. Nou, dan kan ik hier ook nog even een randje erbij maken, zo. Deze kant is zoiets. En dan heb je tuiltjes. Een dakje. Even kijken hoe dat eruit ziet. Nou, ik vind het prima. Nou, die moet ik natuurlijk ook even naar de andere kant kopiëren. Alt-Hide.
Snap cursor selected. Dit takje gaat gewoon weg. Even Ctrl plus. Delete vertices. In het design heb ik er ook al rekening mee gehouden. Het zijn allemaal losse onderdeeltjes. Bovenaanzicht. Duplicate, rotate. Zo, dat is het dak. Nu moet ik nog de nok van het dak. Dit gedeelte. Invert, hide. Dus kwestie van U, unwrap. Dan kies ik mijn tekstje weer even uit. En dan moeten die ook even verdeeld worden over die tiles. Oké. Okay. Tab. En zo hebben we dus een nok van het dak. Ik pak even dit gedeelte. Invert hide. En dat ga ik van hout maken natuurlijk. Dus één gedeelte, kan je dat niet zien? Ja, je kan dit allemaal zien. Ik ga weer eerst een crease maken. Het liefst een crease die het minst opvalt, maar in dit geval maakt het niet zoveel uit. Ik kies gewoon deze, Ctrl E, Mark Sharp, sorry, nee, Ctrl E, Mark Seam. En ik ga eerst dit vlakje verwijderen, want die zie je niet. Faces, dan kies ik face selectie, dan kies ik ze eerst rondom, U, unwrap. Nou, daar staan ze. Mijn tekstje er weer voorbij pakken. Oké. Alt-hide. Nu ga ik die andere houten panelen natuurlijk niet nog een keertje zo doen. Ik ga het gewoon kopiëren. Dus deze mag weg. Die mag ook weg. En die mag ook weg. Ctrl plus. Delete. Vertices. Duplicate. Ctrl M. Mirror. I. Zo. Maar ja, als je goed kijkt. Als je echt voor op detail let, kan je zien dat het dus een spiegelbeeld is. Dus ik ga deze gewoon even ergens anders neerzetten. G. Oh. B. G. Zo. En nu is het dus een ander stuk hout geworden. Dit ornamentje. Ik pak even deze twee. Zeg U, unwrap. Daar staat hij. Mijn tekstje er weer bij pakken. Even kijken, scale. Zo. Ik ga deze hier beneden zetten. Tap. Ja, het valt misschien iets meer op. Oké, natuurlijk ga ik deze niet nog een keertje texturen. Ik ga gewoon wel weer kopiëren. Snap cursor selected, Ctrl Z. Nou, wacht even, plus. Invert hide. Bovenaan zicht Z. B. Delete faces. B. Duplicate rotate. Zo, B. B. Remove doubles. En nu Alt Z. Zijn ze beide. Nu verkijk ik alleen nog maar dit, de rand. Ik maak hier even een crease. Sorry, een seam. Dan kies ik face selectie en dan moet ik dit even unwrappen. U, unwrap. Daar staat die. Tekstje er weer bij. G, ga ik hier naartoe. Zo. Snap cursor selected. Ja, het valt op. Voor de rest nog dit kozijn. Maar ik denk dat het wel duidelijk is hoe dit werkt. Nou, ik heb mijn huisje dus onderaan de berg gezet. Alleen het is niet allemaal zo herkenbaar. Ik zit natuurlijk in texture mode. Texture view. En wat ik nog mis is eigenlijk een lampje. Dus wat ik doe. Ik doe shift A. Lamp. Sun. Dat gaat dan een heel andere dimensie krijgen.
Nou, dan roteer ik die even over X. Zo. Zo vind ik wel leuk. Dan zeg ik roteer over Z. Zo. GZ. Even omhoog. De zon staat in de lucht. Nou, als ik nu naar de achterkant van het huisje kijk, is het nog donker. Wat ik nu doe, ik duplicate deze. Duplicate. Die is allemaal fel. Ik ga even naar properties. Deze ga ik even wat donkerder maken. 0.3. En dan zeg ik snap cursor selected rotate z 180 graden. Rotate x. Zo. En nu is het huisje van achter wel een beetje te zien. Het is nog steeds donker, maar nu ik dat gedaan heb, wil ik nog even wat met het huisje gaan doen. Ik wil namelijk nog een schoorsteen inbouwen. Dus ik verberg de rest even. Ik zoom even in op het huisje. Punt. Keypad. Punt. Zo. Wat ik nu ga doen, is grappig. Ik ga naar Edit Mode. Ik snap mijn cursor naar dit hoekje, naar deze kant toe. En hier ga ik die schoorsteen neerzetten. Shift A. Shift A. Cube. Die scale ik eventjes. Een vrij grote schoorsteen, maar dat geeft niet. Z, B, G. Zo. Dat wordt de schoorsteen. Maar ik ga nu het blokje gebruiken om wat hier komt te staan uit te snijden. En ik heb nog een blokje nodig dat wat uiteindelijk de schoorsteen wordt. Dus ik dupliceer deze. Die verberg ik. En nu ga ik hiermee het huis uitsnijden. Nou, hoe doe ik dat? Dat is een boolean, heet dat? Boolean. Maar die kan ik niet zo snel in het menu vinden, of wat dan ook. Ik druk spatie. En nu kan ik iets intypen. B-O-O-L, boolean. En hier staat die intersect. Intersect heet die dus. Ik klik hem aan. Je kan hier ook union doen, dan komt hij erbij. Nou, ik doe intersect. Oh, difference, zo, difference, oké. Dat is niet helemaal correct, het zou eigenlijk intersect moeten zijn, maar goed, oké, dit is hem. Ja, dit is waar de schoorsteen komt. Nou, er zit wel wat rommel in, maar dat gebeurt wel eens met die booleans. Hier zit ook een klein edge wat ik helemaal niet nodig heb. Delete edges. Nou, er zit wat rommel, maar goed, het is goed zo. Nu haal ik die andere kubus even tevoorschijn. Daar is hij. En hier ga ik een texture overheen plakken natuurlijk. B, scale 0, delete faces, B, delete. Faces. Kijk, als ik nu even kijk naar die texture. Ik heb eerst een texture gemaakt, eroverheen geplakt. Want ik heb met rechte vlakken gewerkt voor de muren en dat soort dingen, en het dak vooral. Maar als ik dus eerst deze schoorsteen ingebouwd had, dan wordt het wat moeilijker om die texture goed over dat oppervlak te krijgen. Maar nu die texture erin zit, snij ik gewoon een stuk uit. Dus, nou, hier ga ik nog iets interessants doen. Ik doe dit. Extrude. Nog een keer extrude. Zo. Dan zeg ik, ik maak even een seam. Ctrl E. Mark seam. Ik selecteer hier even UV met de editor. Ctrl plus. Dan zeg ik U. Unwrap. Alt Z. Hij is nog niet te zien, ik ga even een tekstje kiezen. Hier staat hij. Nou, wat ik nu ga doen is dit eventjes zo. Ik wil zoveel mogelijk kunnen gebruiken van die muur.
G. Ja. Scale X. Snap selection to pixels. Nu staat hij er goed op. Nog niet helemaal. Scale I. Scale I. Snap selection to pixels. Nu staat hij er goed op. Nou, nu ga ik nog iets leuks doen. Dit gedeelte ga ik mirroren. Ctrl mirror I. Zo. En nu snap cursor selected. Vooraanzicht. Scale shift Z. Zoiets. Z. G. B. Snap cursor selected. Mirror. Fix. En hier is de schoorsteen. Zo. Nou, tot zover besluit ik deze tutorial. In een volgend filmpje ga ik mogelijk nog eens keren met karakters aan de gang. Maar ik denk dat ik een heel groot gedeelte van 3D modellen in ieder geval onder de loep genomen heb, al is het globaal. Maar met deze instructies kan je goed uit de voeten, denk ik zo ongeveer. Ja, dus zo is wel een leuk huisje geworden ook, trouwens.